Tijdens het eten zit meneer Dinosaurus naast George. Wat zeg je daar? Was jij dat, George, of was het meneer Dinosaurus? Dinosaurus. Als George in bad moet, gaat meneer Dinosaurus met hem mee. Welterusten, Peppa. Welterusten, mama. Welterusten, George en meneer Dinosaurus. Als George naar bed gaat, wordt meneer Dinosaurus ook ingestopt. Het lievelingsspelletje van George is meneer Dinosaurus in de lucht gooien. En hem daarna weer opvangen. Peppa en Papa Big spelen een potje dammen. Ik win, papa. Goed gedaan, Peppa. George? George, wat is er aan de hand? Dinosaurus. George, ben jij meneer Dinosaurus kwijt? George is meneer Dinosaurus kwijt. Rustig maar, George. We vinden meneer Dinosaurus wel. Dit is een klus voor een detective. Papa, wat is een detective? Een detective is een heel belangrijk persoon die goed dingen kan vinden. Ik kan goed dingen vinden. Oké, Peppa is de detective. George, ik ben de detective. Ik zal je helpen meneer Dinosaurus te vinden. Misschien moet de detective George een paar simpele vragen stellen. George, waar is meneer Dinosaurus? Wat is dat voor geluid? Peppa, George, snel, kom maar gauw naar binnen. Mama, er was net een grote knal. Dat was donder, Peppa. Dat betekent dat er straks een onweersbui met veel regen komt. Snel, vlucht naar binnen, voor je nat wordt. Hoho, geen paniek, jullie. De regen is nog heel ver weg. De lucht wordt alsmaar donkerder en donkerder. Het gaat straks onweren. Peppa, George, is al het speelgoed mee naar binnen gekomen? Dinosaurus! Mooi, meneer Dinosaurus is veilig. Teddy, ik heb Teddy in de tuin laten liggen. Nou wordt hij nat. Maak je geen zorgen, Peppa. Papa Big zal Teddy redden. Schiet maar op dan, Papa Big. Het gaat zo regenen. Ik weet alles over onweer. Dat duurt nog wel even. Zie je wel. Tijd genoeg voor het gaat regenen. Arme Teddy. Hij is helemaal nat. Kijk. Ja, arme Teddy. We drogen hem af. Arme Teddy. Kijk eens aan, Teddy. Weer droog. En je arme papa dan? Ik ben toch ook helemaal nat? Oh, sorry, Papa Big. We drogen jou ook af. Kijk eens aan, Papa Big. Helemaal droog. Oh? Het regent nu ook in huis. Papa Big haalt wat warm sop om de auto te wassen. Papa Big was de dak. Mama Big was de motorkap. Peppa was de deuren. George wil de ramen wassen. Maar daar is hij te klein voor. Arme George, ik help je wel. Oh jee, George heeft zijn spons in een modderpoel laten vallen. George, daar wordt de auto weer modderig van. Ik
Ik zorg dat die schoon wordt. Peppa, niet met het... vieze water. Oh jee, Peppa heeft het vieze water over de hele auto gegooid. Oh. Geen probleem. We gebruiken gewoon de tuinslang om hem schoon te spuiten. Ja, ja. Mag ik hem vasthouden? Peppa houdt de slang vast, terwijl papa Big de kraan opendraait. Waar is het water? Oh, Peppa, stop! Sorry, mama. Oh. Oh, papa Big, draai maar gauw die kraan dicht. Oh, geen paniek, jullie. Oh jee, iedereen is nat. Maar de auto is wel schoon. Wij ook allemaal. George. George, ben je wakker? Sst. Wat is dat voor geluid? Nou, misschien moeten we even boven kijken. Peppa, George, zijn jullie nog wakker? Ach, kijk nou zeg, als roosjes. Aha, die herrie kwam dus helemaal niet van Peppa en George. Ik hoor echt helemaal niets. Misschien zijn ze nu echt in slaap gevallen. Laten we televisie kijken. Tuinieren, vandaag gaan we het hebben over rozen. Oh, fijn. Ik ben gek op tuinieren. De priksteel is een bijzonder stekelige roos. Om ze te snoeien, buig dan eerst de kop en knip dan alle scheuten weg. Oma Big? Peppa, George, jullie horen in bed te liggen. George en ik kunnen helemaal niet slapen. Mogen we mee tv kijken? Nou, misschien worden jullie wel moe hè, van een beetje tv kijken. Wat jij, opa? IJslandse rozen zijn zeer zeldzaam, maar een feest voor iedereen met groene vingers. Al hebben ze wel de neiging om te gaan hangen bij te zachte temperaturen. Ah, wat een saai programma is dit. Hoi. En wat voor geluid maakt een zwaan, denk je? Nee. Miauw. Nee. Oh. Nee. Mooi en sierlijk. Peppa is dol op dansen. Iedereen is dol op dansen. Mama, mama. We dansten als zwanen. Peppa was erg goed. Ik moest heel sierlijk en mooi dansen. Wat enig. Zal ik voornemen wat we geleerd hebben? Nu eerst naar huis. Laat het dan maar zien aan papa en George en mij. Tot ziens. Peppa en mama Big komen thuis. Papa, George, ik laat jullie zien hoe je moet ballet dansen. Is dat moeilijk dan? Het was makkelijk voor mij. Maar jij, George en mama vinden het vast heel moeilijk. Eerst wat muziek aan. Mooi. Goed, George, papa en mama, jullie moeten me nu precies nadoen. Mevrouw Gazelle gebruikte een raar woord, maar eigenlijk is het gewoon door de knieën gaan en springen. Ah, de petit jeté. Papa, je kent het rare woord.
Mama Big en ik waren vroeger heel goed in ballet. Wees voorzichtig, papa Big. Onze favoriet was de pas de deux. Hopla! Mooi, nu is Shake over. Peppa's oplossing voor de hik heeft dus niet geholpen. George, je hebt het verkeerd gedaan. Ik weet nog een manier om eraf te komen. Eerst spring je 3 keer op en neer op 1 been. En nu zwaai je met je armen op en neer en steek je je tong uit. En nu doe je je ogen dicht en draai je 3 keer rond. Heel vlug. Peppa's nieuwe trucje werkte weer niet. George heeft nog steeds de hik. Ik weet het. Om van de hik af te komen, moet het diggertje schrikken. George, ik ga je laten schrikken. Maar onthoud goed, het is maar een spelletje en je komt van je hik af. Dus je weet het, het is maar een spelletje hoor. Peppa, je moet niet zo wild doen met George. Hij is nog maar klein. Sorry mama. Ik wilde George alleen maar van de hik af helpen. De hik van George is weg. Daar komt papa Big met 2 bekers sap. George, als je te snel drinkt, krijg je de hik weer. Ik ben niet zo klein als George. Ik kan mijn sap zo snel opdrinken als ik wil. Die van jou is ook een babyfiets, Peppa. Jij hebt nog zijwieltjes. Ik kan al fietsen zonder mijn zijwieltjes. Ik ook. Ik ook. Ik ga de heuvel weer op. Ga je mee, Peppa? Nee, ik denk dat ik hier blijf. Tot strakjes. Doei. Peppa zou willen dat ze geen zijwieltjes op haar fiets had. Papa, ik wil die zijwieltjes niet meer op mijn fiets hebben. Denk je dat je zonder ze kunt fietsen? Ja. Oké, Peppa, ik haal ze eraf. Papa Big haalt de zijwieltjes van Peppa's fiets af. Weet je zeker dat je gaat fietsen zonder zijwieltjes? Ja! Maar dat heb je nog nooit gedaan. Ik kan het wel! Ik kan het! Ik kan het! Ah! Dat is niet grappig! Fietsen zonder zijwieltjes is niet makkelijk. Zal ik je even helpen, Peppa? Ja, graag, papa. Oké. Klaar voor de start? Af! Niet loslaten, papa. Niet bang zijn. Ik heb je vast. Dat gaat heel erg goed, hoor, Peppa. Hou me vast, papa. Gewoon blijven trappen. Peppa fietst alleen, zonder zijwieltjes. Papa, je liet me los. Haha, je fietst de hele tijd al helemaal alleen. Echt waar? Je bent er echt heel goed in. Meen je dat? Oh, ik kan het echt. Kijk mij eens. Ik kan echt fietsen. Kijk dan toch. Henkie, Susie, Kelly, kijk. Ik heb mijn zijwieltjes helemaal niet meer nodig. Kijk dan toch. George houdt dus ook niet van sla. Oh jee, ik moet toch iets hebben wat George lekker vindt. Hou je van komkommer? Jak! George houdt niet van komkommers. En hij houdt niet van sla. En hij houdt ook niet van tomaten. Zeg George, van welke groente hou je wel?
Chocotaart. Malle George. Chocoladetaart is toch geen groente? Misschien houdt George er wel van als we er een lekkere salade van hebben gemaakt. Oh, heerlijke verse tomaten, sla en komkommer. Maar eerst gaan we ze wassen. Peppa en George helpen oma Big met het wassen van de groenten. Dat is wel genoeg gewassen, hoor. Oma Big heeft van de tomaten, sla en komkommer een salade gemaakt. Opa Big, de lunch is klaar. Roep jij ze? Eten! Oma Big heeft pizza gemaakt voor de lunch. Kijk, salade. Gemaakt van opa's tomaten, sla en komkommers. Eet smakelijk allemaal. George heeft zijn pizza op. Maar George houdt niet van de tomaten, sla en komkommer. O jee, George. Hou je niet van salade? Nee. George, neem nou eens een klein hapje van deze heerlijke tomaat. Lek. George, dit is komkommer, hoor. Het komt uit de moestuin van opa Big. Neem een blaadje sla dan, George. Het is heerlijk. George, ik ga niet slapen. Laten we allebei opblijven voor het tandfeetje. Ze blijft wel erg lang weg. Het tandveetje laat behoorlijk op zich wachten. Waar blijft dat tandveetje? Wat hoort ze daar? Is dat het tandveetje? George, hoorde jij dat ook? Oh, George. Oh, dat was George dus. Hij was zo moe dat hij in slaap viel. George kan niet zo makkelijk wakker blijven. Maar ik wel. Ik blijf wakker totdat het tandveetje komt. Ik val niet in slaap. Het tandveetje is gekomen. Maar Peppa slaapt al. Hallo, Peppa. Wil jij soms deze munt hebben in ruil voor jouw tand? Wat is die tand mooi schoon. Dank je wel, hè. Tot ziens. Peppa, George, opstaan. Het is ochtend. Wat? Ik sliep toch niet? Is het veetje geweest? Nee. Dus eventjes onder je kussen kijken. Oh, kijk, Peppa. Het tandveetje is geweest, want er ligt een munt. Hoera! Je sliep, hè, lieverd? Nou, misschien heb ik eventjes geslapen. Volgende keer blijf ik wel wakker, zodat ik dan het tandveetje kan zien. Dit is de jurk van de koningin. Wat is die prachtig! Kijk, Peppa. Dit is de gouden kroon van de koningin. Wauw! Wat mooi allemaal! Mama, waar is de tv van de koningin? Toen hadden ze nog geen televisie. Geen televisie? Maar ze hadden toch wel computers? Nee, ze hadden ook geen computers. Wat deden ze dan de hele dag? Mama, als ik koningin was, nou, dan had ik zoveel taartjes als ik wilde. Peppa droomt hoe het is om koningin te zijn. Verrukkelijk. Is er nog iets anders wat u wenst, koningin Peppa? Ja, meer taart graag. Natuurlijk. Doorlopen allemaal. Ik kom op, papa. Papa,
Ik ben koningin Peppa, dus buigen als je tegen me praat. Oh, het spijt me verschrikkelijk, koninklijke hoogheid. En wie bent u dan? Ik ben uw papa. Dat lijkt me bijzonder interessant. Ja, het is bijzonder interessant. In welke zaal is dit? Dit is de dinosauruszaal. De dinosauruszaal? George, dit is de dinosauruszaal. Dinosaurus. Waar is de dinosaurus? Hier, ergens in de zaal. Maar ik zie hem niet. Hij is vast heel erg klein. Nee hoor, Peppa. Hij is juist heel erg groot. Wauw. Dit is het skelet van een echte dinosaurus. Dinosaurus. Peppa houdt de tuinslang vast, terwijl mama Big de kraan opendraait. Waar is het water? Peppa en George zijn dol op hun poedelbad. Eisjes! Eisjes! Juffrouw Konijn, de ijsverkoopster! Eisjes! Op snikhete dagen verkoopt juffrouw Konijn ijsjes. Mama, papa! Mogen George en ik een ijsje? Eens kijken, het is vandaag wel een uitzonderlijk hete dag. Mag ik er dan ook een, alsjeblieft? Iedereen is dol op ijsjes. Hallo, mama Big, Peppa en George. Hallo, juffrouw Konijn. Wat willen jullie voor ijs? Mag ik een hoorntje, juffrouw Konijn? Natuurlijk mag dat, Peppa. Dank u. Hetzelfde voor mij en voor papa Big graag. En wat zou jongeheer George graag willen? Dinosaurus. Een dinosaurus? Malle George. Hij zegt altijd dinosaurus op van alles, hoor. Nou, laat ik toch net toevallig ijsjes in een dinosaurusvorm hebben. Dinosaurus. George, eet maar gauw je ijsje op voor het smelt. Dinosaurus. George houdt zoveel van zijn dinosaurusijsje dat hij hem niet wil opeten. Dank u, juffrouw Konijn. Geniet van het mooie weer. George, ik denk toch echt dat je ijsje moet opeten voor hij smelt en op de grond valt. Oh jee, het dinosaurusijsje van George is gesmolten en op de grond gevallen. Geen probleem, George. We delen papa's ijs wel. Vindt hij vast niet erg. Misschien plaagt Peppa George een beetje te veel. Peppa, ben jij George aan het plagen? Niet echt, mama. Ik leer hem hoe je moet vangen. Echt? Let op, ik weet een spelletje hoe George kan leren vangen. Het spelletje heet lummelen. Peppa, jij neemt de bal en gaat daar staan. En George, jij gaat daar staan. Mooi. Jullie moeten de bal naar elkaar toe gooien en ik moet proberen hem te pakken. Ik ben dan de lummel. Mama is lekker de lummel. Vang het, George! Oh, gemist. George heeft de bal gevangen. Hoera! Goed gedaan, George. Gooi nu de bal naar Peppa. Oeps, nog een keer. Oh, nog een keer. George kan de bal niet over mama Big heen gooien. Kom op, George. Geef de bal aan mij. Oh. Malle George. Dat kan ik ook, hoor. Oh. Peppa wil George nadoen, maar ze is te groot en nu zit ze vast. Ik heb de bal. Peppa, nu moet jij de lummel zijn. George, vangen! Hoera! Gevangen! George, jij bent de lummel. George!
George, vangen! Vang de bal, George. Vangen, George! Vangen, George! Hallo, Suzy. Hallo, Peppa. Suzy's schaap komt bij Peppa spelen. Peppa vindt Suzy leuk. Suzy vindt Peppa leuk. Ze zijn beste vriendinnen. Peppa, waarom gaan Suzy en jij niet op je kamer spelen? Oké, mama. George wil ook meedoen. Peppa en Suzy vinden het leuk om op Peppa's kamer te spelen. George ook. Nee, George. Dit spel is alleen voor grote meisjes. Ga met je eigen speelgoed spelen. Peppa en Suzy willen met z'n tweeën spelen. Kijk, ik ben een kleine veenprinses. Ik ga met mijn toverstaf zwaaien. En ik verander jou in een kikker. George wil niet alleen spelen. George wil ook meedoen. Nee, George. Ik speel met Suzy. Jij moet ergens anders spelen. George wil met Peppa spelen. Hij voelt zich een beetje eenzaam. George, kun je me even helpen? Ik ben chocoladekoekjes aan het bakken. Iemand moet de kom uitlikken. George vindt het leuk om mama te helpen met koekjes bakken. Maar hij wil liever met Peppa spelen. Ik wil zuster zijn. Au! Oh. En in deze appel zitten nog meer zaadjes. Om nog meer appelbomen te maken. Precies, ja. Opa, opa. Ik wil ook een zaadje planten. Wil jij een aardbeienzaadje planten? Ja, graag. Dit zaadje wordt een prachtige aardbeienplant. Eerst maken we een klein gaatje. Dan stop ik het zaadje erin en bedek het met aarde. Zal ik hem water voor je geven? Nee, nee. Ik wil het zelf doen. Goed zo. En nu wachten we tot het gaat groeien. Peppa en George wachten tot het zaadje gaat groeien. Er gebeurt helemaal niets, opa. Je moet geduld hebben, Peppa. Het duurt een hele tijd voordat hij gaat groeien. Peppa, George, tijd om te gaan. Maar we wachten tot mijn aardbeienplant gaat groeien. Ik wil aardbeien bij de thee. Geen zorgen, Peppa. De volgende keer als je komt, is het zaadje uitgegroeid tot een plant. En dan hebben we aardbeien. Ja. Kom, Peppa. Tot gauw, opa. Dag, aardbeien. Opa Big let op Peppa's aardbeienplant. Na een paar dagen ziet opa het plantje groeien. Elke dag wordt de plant een beetje groter. Dan, op een dag, ontdekt opa iets heel bijzonders. Aardbeien. Peppa moet George gaan zoeken. Gevonden! Peppa heeft George gevonden. George, ik heb je te makkelijk gevonden. Nu is het Peppa's beurt om zich te verstoppen. 1, 3. Ik zal helpen met tellen. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, George, kijk nu maar. Nu moet George Peppa gaan zoeken. Oh. Peppa zit niet onder de tafel. George, heb je eraan gedacht boven te kijken? Peppa zit niet onder het bed. Wat was dat voor een gek geluid? Peppa zit niet achter het gordijn. Daar is dat gekke geluid weer. Wat zou dat toch zijn? Ja! George heeft Peppa gevonden. George heeft me gevonden. Nu moet papa zich verstoppen. Oh, maar ik vind dat George nog een keer mag. Papa, weet je zeker dat George groot genoeg is? Hij redt het wel. Oké, hij mag mee. Tot straks! Mevrouw Gazelle past op de kinderen van de speelclub. Hallo. Dit is mijn kleine broertje, George. Hallo, George. Nee. Nee. Ik wou dat ik een broertje had zoals George. Echt waar? Hallo, ik ben Henky Hond. Is dat een dinosaurus? Het is maar een speelgoeddinosaurus. Dinosaurus. Te gek. Dinosaurus. Dinosaurus. Dat is echt eng. Dat is te gek. George is mijn kleine broertje. Hij is echt te gek. Peppa is trots op haar broertje George. Zullen we George laten zien hoe wij tekeningen verven? George is niet zo goed in verven. Misschien kun jij hem wel helpen. Ja, dat kan ik heel goed. Ik zal hem laten zien hoe je een bloem verft. George, vandaag ga ik je leren hoe je een bloem moet verven. Eerst verf je een grote cirkel. Nee, George. Dat is de verkeerde kleur. Nu moet je de bloemblaadjes maken. George!